De Week van de Toegankelijkheid wordt landelijk begin oktober gevierd. Het gehandicapte platform Venray viert dat op 19 september. En dat heeft een reden. Heel praktische redenen. De eerste week, of de Week van Toegankelijkheid, is een landelijke organisatie. Is een landelijke activiteit. En we hebben ervaren dat het dan eigenlijk toch altijd heel erg druk is. En we hebben ervoor gekozen om eigenlijk dicht op de datum van 14 juli te zetten. 14 juli is het VN-verdrag geratificeerd. En om mensen toch attent te maken op wat dat verdrag inhoudt, zijn wij voor de Week van Toegankelijkheid gestart. Ja, wat is even een thema meegekregen? Ja, bewustwording. We hebben toch in de gaten gekregen dat mensen zich niet bewust zijn van het feit dat lang niet alle mensen met een beperking overal toegankelijk zijn. En toegankelijkheid, dat roept bij velen op een toegankelijkheid op gebouwen, openbare ruimte. Maar toegankelijkheid is veel meer. Toegankelijkheid is ook toegankelijkheid tot onderwijs, tot werk, tot ontspanning, in het kader van toerisme. Er zijn heel veel gebieden waar het van belang is dat mensen met een beperking kunnen meedoen. En vaak merken we ook dat de omgeving een beperking is, of beperkingen inhoudt, zodat die mensen niet mee kunnen doen. Ja, en jullie hebben daar ook onderzoek naar gedaan. En in Venray zijn er veel winkelbedrijven die daarvoor een certificaat hebben ontvangen. Dat klopt. We hebben in 2010 een uitgebreid winkelonderzoek gedaan. Toen hebben we zo'n 220 winkels bezocht in de gemeente Venray. Toen zijn er certificaten uitgereikt. Maar we kregen in de gaten dat er toch veel wijzigingen kwamen in het winkelbestand. En we hebben in 2015 dus opnieuw dat winkelbestand doorgenomen over de hele gemeente. En ook daar konden we gelukkig weer zo'n 85% van de winkels een certificaat toekennen. Of in elk geval de goede tips geven, waardoor ze nog beter toegankelijk werden. Het beperkt zich, heb ik begrepen, niet alleen tot winkels, maar jullie gaan dat ook uitbreiden. Ja, we hebben vorig jaar en dit jaar hebben we de sportverenigingen benaderd om de gebouwen die door sportverenigingen gebruikt worden ook te schouwen, te beoordelen op toegankelijkheid. Nou hebben jullie vandaag ook een aantal activiteiten op touw gezet. We zien op de achtergrond zien we een tent. Daar zijn ook verschillende mensen aanwezig, hè? Ja, we hebben 10 deelnemers gevonden die deel wilden nemen aan de markt die we hier kans bieden om hun activiteiten ook aan de man te brengen, laat ik het even zo noemen, om mensen erop te wijzen wat er allemaal mogelijk is. Welke mogelijkheden er zijn, zodat iedereen toch mee kan doen op willekeurig wat voor gebied. Ja, want dat is belangrijk, hè? Iedereen doet mee. Je ziet het hier ook aangeplakt staan. Ja, dat is wel de bedoeling. Wij zeggen wel iedereen doet mee, maar zover zijn we nog niet. Iedereen zou mee moeten kunnen doen. Ik denk dat het zo beter geformuleerd wordt, maar die zin is gewoon te lang. Dus wij zijn gewoon heel optimistisch, iedereen doet mee. Het is een aangelegenheid voor iedereen. En iedereen, bedoel ik ook werkelijk, iedereen die moet zich van bewust worden dat mensen met een beperking graag mee willen doen. En wij moeten hun die mogelijkheid bieden.